Hi, leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik het met je hebben over jezelf wegcijferen. Hoe komt het dat we dat zo vaak doen en wat is nou eigenlijk hetgeen wat daarachter zit? En hoe kunnen we dat patroon ook doorbreken? Daarvoor ga ik je 3 oefeningen geven. Een van de dingen waar we als mens zijn echt ontzettend goed in zijn, is onszelf wegcijferen. Om het belang van andere mensen voor ons eigen belang te zetten. En stel je partner heeft iets te doen en de kinderen moeten naar voetbal. Prima, geen probleem, ik doe het wel even. Ondanks dat je eigenlijk zelf andere afspraken hebt. Het belang van de kinderen gaat in deze voor. En zij moeten er niet onder lijden dat jouw partner plotseling iets anders te doen heeft gekregen. Op je werk kan het zo zijn dat er een spoedklusje is die opgepakt moet worden. En jij zegt dan, goh, geen probleem, got it, ik ga ermee aan de slag en morgen is het gereed. Weet je, dan help je jouw team vooruit door iets wat moest gebeuren en wat plotseling tussendoor gekomen is. En het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld een keer een avondje voor jezelf hebt ingepland en dat er iets tussendoor komt wat echt niet kan wachten. En waardoor jij zegt, laat mij dat maar doen. Ik heb nu tijd en gelegenheid en ik help je graag. En ik doe het met liefde voor je. Waardoor je ook je eigen schema afbreekt en voor anderen aan de slag gaat. En in principe vinden we dat niet meer dan normaal. Want een ander zou dat ook voor jou doen. En daarom zou je anderen ook helpen. En ik ben benieuwd of het echt zo is dat anderen jou ook daadwerkelijk altijd gaan helpen. Of dat je daar ook misschien nog wel eens met je hoofd tegen de muur aan loopt. Als het echt daadwerkelijk zo is. Ik heb zelf ervaren in het verleden dat ik heel graag andere mensen help. En dat ik altijd kijk, joh, wat is er mogelijk in mijn schema? Hoe kan ik andere mensen helpen en zorgen dat ik alle ballen nog hoog hou? En als ik dan zelf een keer iets had en dat aan een collega vroeg bijvoorbeeld, dan stond ik gewoon voor een dichte deur. Dat werd gewoon weggestuurd. Weet je, dat kwetste mij enorm en daardoor heb ik ook wel gedacht van misschien moet ik dit niet meer gaan doen in de toekomst. Misschien moet ik mezelf op de eerste plek gaan zetten. En ik gun jou dat ook om jezelf op de eerste plek te gaan zetten. Dus vandaar ook dit onderwerp. Wanneer je anderen constant op de eerste plek zet, dan kom je er zelf ook niet aan toe om op te laden. Wat ik net als voorbeeld gaf, je hebt een avondje leuk voor jezelf gepland, maar er komt iets tussendoor waardoor je iets voor een ander moet doen. Zo hebben we heel veel voorbeelden, waardoor we eigenlijk van het een naar het andere vliegen en nooit even een tijd, een momentje hebben om rustig te zijn, om te ontspannen, om echt weer tot onszelf te komen. Maar dat hebben we wel nodig om weer energie te krijgen en positiever in het leven te kunnen staan. Jezelf wegcijferen kan meerdere oorzaken hebben. Ik zal er een aantal met je doornemen. Die lijst is echt oneindig, maar wellicht dat je jezelf hierin herkent. een van de oorzaken kan zijn dat je het vanuit huis geleerd hebt. Dus dat je de mensen om jou heen telkens hetzelfde patroon zag uitvoeren. Dus dat zij zichzelf wegcijferden om andere mensen te plezieren. En in principe is het niet heel raar dat je dan hetzelfde patroon overneemt in jouw leven. Je hebt het dan gewoon met een paplepel ingegoten gekregen. En een andere reden kan zijn dat mensen het van je verwachten. Dat ze verwachten dat je voor ze klaarstaat. En dat ze het eigenlijk niet meer dan normaal vinden. En het patroon van jezelf wegcijferen sluit er dan langzaamaan in. Tot je na een bepaalde periode niet anders weet. Stel bijvoorbeeld, je hebt een nieuwe relatie. En je partner vraagt je om iets te gaan doen. En ja, je bent verliefd. Je houdt van diegene. Je doet dat gewoon graag. Maar als dat telkens weer en weer en weer gebeurt. Dan kan er een patroon insluipen. Waar je niet heel bewust van bent. Maar waardoor je jezelf wel constant wegcijfert voor de ander. Eigenlijk plaats je de ander dan op een voetstuk. Die hoger is dan dat je zelf staat. Een andere reden kan ook zijn dat je jezelf onbewust niet goed genoeg vindt. Je kijkt op tegen de ander en je wilt die ander graag plezieren. En de meest makkelijke manier om dat te doen is in te gaan op de verzoeken die zij hebben. En deze ook uit te voeren. En dit kan ook betekenen dat je jezelf ervoor op de tweede plek moet zetten. Maar in dit geval maakt dat dan voor jezelf niet uit, want je wil die ander graag plezieren. En een laatste reden kan zijn dat je ook heel meegaand bent met anderen en dat je altijd gericht bent op het plezieren van andere mensen. En wat je daarmee eigenlijk doet, is dat je jezelf kleiner maakt als dat je bent. En je stemt gewoon constant in met verzoeken van je partner, van je collega, van je familie. En je hoopt dat je anderen gelukkig maakt door ze te helpen en door dingen voor ze te doen. En dan maakt het eigenlijk niet uit. Of je dan zelf even niet meer toekomt aan de wandeling in de natuur of dat boek lezen wat je eigenlijk al heel graag zou willen. Stoppen met jezelf, wegcijferen.
wat gebeurt er als je jezelf op de eerste plek zet? He, dat is lastig misschien om mee te beginnen. Maar het eerste wat je moet weten is dat het niet egoïstisch is om voor jezelf te kiezen. Om dingen te doen die jij graag wilt en waar jij gelukkig van wordt. Want je komt namelijk meer in je kracht te staan door voor jezelf te kiezen en jezelf niet weg te cijferen. Als je bijvoorbeeld wel dat avondje voor jezelf inplant, dan kom je even helemaal tot rust en dan kun je helemaal loslaten waar je mee bezig bent en dan kun je echt genieten van wat jij aan het doen bent. En daar krijg je meer energie van. En dat zorgt er dan weer voor dat jij een positiever mens wordt en dat je meer vanuit je eigen kracht kunt handelen en ook een gelijkwaardigere gesprekspartner wordt. Sorry. Dat je ook een gelijkwaardigere gesprekspartner wordt voor de mensen om je heen. Dus je raakt meer in balans ook met jezelf door jezelf niet meer weg te cijferen. Je kunt echt gaan kijken naar wat je wilt en alleen instemmen met verzoeken die je ook echt leuk vindt om te doen. Dus stel, je ouders vragen je of je het onkruid uit de voortuin wil weghalen. Ik denk dat de meeste mensen dat niet echt een leuke klus vinden om te doen. En in het verleden zou je ja zeggen, weet je, je ouders zijn misschien hulpbehoevend, die zijn een dagje ouder, om constant op de knieën te gaan zitten is voor hun ook niet prettig, voor de gewrichten is dat te belasten. Dus dan zou je dat gaan doen. Maar vanaf vandaag niet meer. Vanaf vandaag is dat een mooi klusje voor een kind die een heitje voor een kwijtje wil doen, bijvoorbeeld. En de tijd die je niet meer bezig hoeft te zijn met klussen waar je eigenlijk niet op zit te wachten, kun je besteden aan dingen die je wel leuk vindt om te doen. Al is het maar even in de zon zitten en genieten van een kopje thee. Je mag gewoon even helemaal niks doen. Daar hoef je geen schuldgevoel over te hebben. Op die manier raak je juist meer in balans met jezelf en kun je jezelf ook verder ontwikkelen. En laatste punt wat ik wil aanhalen is dat door jezelf niet meer weg te cijferen, je beslissingen durft te nemen die heel positief kunnen zijn voor jouw persoonlijke ontwikkeling. In eerste instantie kan het lijken alsof je in een soort zwart gat terechtkomt. Hè? Wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik? Waarom heb ik al deze extra tijd? Weet je, ik hoef nu geen andere mensen meer te helpen. Wat doe ik met de tijd die overblijft? Het kan zijn dat je daar in het begin last van hebt en dat geeft niet. Want weet je, het kan moeilijk zijn dat je voor je gevoel nu aan het lummelen bent. Terwijl je ook andere mensen had kunnen helpen. Maar deze tijd is wel ontzettend mooi en kostbaar om in jezelf te investeren. Want de tijd die voorbij is gegaan, die krijg je nooit meer terug. En we kunnen alleen het beste maken van de tijd die nog gaat komen. En ga ook gewoon eens een keer rustig zitten in een omgeving waar je je helemaal thuis voelt. Waar je op gemak voelt en waar je blij bent en blij van wordt. En ga dan eens kijken wat je graag zou willen. Wat je nog zou willen doen. Dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat je meer uitjes wil gaan maken in het land. Of dat je graag wil puzzelen of schilderen. Of dat je meer op visite wil bij vrienden die je al een tijd niet hebt gezien. Alles waar jij blij en gelukkig van wordt is goed. Weet je? Vervang de momenten dat je eigenlijk voor iemand anders bezig zou zijn met momenten, met dingen waar je zelf gelukkig van wordt. Je zult merken als jij meer doet van de dingen waar jij gelukkig en blij van wordt, dat jouw positieve vibe op jouw omgeving uitstraalt. En dat de mensen om jou heen er ook blij en gelukkig van worden. En dat is ook wat waard. Ik wil je nog wel wat oefeningen geven die je kunnen helpen om jezelf minder weg te cijferen. Want het kan namelijk heel lastig zijn om het patroon te doorbreken. En het is echt iets waar je heel bewust mee aan de slag moet gaan, totdat het je gewoon is geworden, totdat het je eigen is geworden. En je kunt gelukkig kleine stapjes nemen die je helpen om het nieuwe patroon te ontwikkelen. Een eerste oefening die ik je wil meegeven is 3 keer in de week nee zeggen tegen iets. Het kan namelijk heel lastig zijn om nee te zeggen tegen iemand, omdat dat betekent dat je iemand moet teleurstellen. Maar eigenlijk ben je niet iemand aan het teleurstellen, want nee zeggen tegen een ander kan ook ja zeggen tegen jezelf betekenen. Een oefening die je kunt doen dus, is 3 keer in de week nee zeggen tegen iemand. En een aantal zinnen die je zou kunnen gebruiken om hierbij te helpen als je dat lastig vindt, is nee sorry, gaat me niet lukken. Of nee helaas, ik heb vanmiddag andere plannen. Of nee sorry, dat lukt me helaas niet en misschien kan iemand anders je helpen. En als je die zin hebt uitgesproken, wees dan gewoon stil. Zeg niks. Hou je mond dicht. Je zult merken namelijk dat in een stilte die je misschien volgt, en
je heel snel geneigd bent om die stilte op te vullen. Om toch alsnog over je eigen bezwaar heen te praten en toch te zeggen, oké, ik doe het wel, het is goed. Maar dat wil je nu niet. Je wilt nu echt ermee aan de slag om het niet meer te doen. Dus zeg een van die zinnen en hou gewoon je mond. En kijk wat de ander gaat zeggen. Laat die ander maar als eerste praten. En daar kun je dan weer op inspelen. Mocht je dit nog een hele lastige oefening vinden, dan kun je ook oefenen met uitstellen. Dus je gaat dan wel akkoord met iets wat iemand wil, maar je doet het niet op dit moment. Je doet het op jouw voorwaarden. Dus je plant de dingen in wanneer het jou uitkomt. En voorbeelden van zinnen die je daarbij kunt gebruiken is bijvoorbeeld, ja, ik wil het doen, dat is goed, maar ik heb pas over 2 dagen tijd in mijn agenda. Is dat akkoord? Dan mag je gewoon weer op het antwoord. Of, nee, geen probleem, ik doe dat voor je. Ik heb het volgende week maandag af en eerder lukt me niet. Of als laatste zou je kunnen zeggen, tuurlijk doe ik dat. Ik heb nog wel 4 andere klussen in mijn planning staan. Die ga ik eerst doen en daarna ga ik hiermee voor je aan de slag. Dus ik denk dat dat over 2 of 3 dagen wordt. En dan kun je altijd afwachten wat die ander gaat zeggen. Weet je, als het niet zo'n haast heeft, dan zegt die ander, nou is goed, prima. Ik wacht het af en over 3 dagen zie ik het wel verschijnen. Of diegene kan zeggen, ja, ik heb toch iets meer haast. Weet je wat, ik vraag het even aan Piet, Klaas, Hein, wie er dan ook om de hoek zit. En misschien kan die me helpen. Weet je, dan ben jij er vanaf en je hebt toch je hulp aangeboden. Dus dat zijn 2 oefeningen waar je mee kan oefenen. En de laatste oefening die ik je wil meegeven is dat je elke dag 1/2 uur doet waar je blij van wordt. En wat je daarmee eigenlijk doet is dat je meer zelfvertrouwen creëert en dat je meer in je kracht komt te staan. Waardoor je gewoon ook een blijer en gelukkiger mens wordt. En dat straal je ook weer uit op die andere mensen. En het maakt me echt niet uit wat je doet in dat 1/2 uurtje. Je kunt dansen als je dat leuk vindt. Je kunt schilderen als je dat leuk vindt. Je kunt een taal gaan oefenen. Je kunt een rondje wandelen. Alles mag, zolang je er maar blij en gelukkig van wordt. Het is de bedoeling dat je gewoon even oplaat en dat je meer in je eigen kracht komt te staan. Want als je meer in alignment bent met jezelf, dan kun je ook beter voor jezelf opkomen. En dan gaan die andere 2 oefeningen ook een stuk makkelijker. Dus ik zou zeggen, ga je de komende week mee aan de slag. Ga het gewoon even oefenen. En mocht dat niet lukken, kun je altijd even naar mijn website gaan. lindabisschop.nl. Daar kun je een afspraak inplannen waarbij ik samen met jou ga kijken welke patronen en gewoontes erin gesleten zitten bij jou. Die ervoor zorgen dat je zo lastig kan stoppen met jezelf wegcijferen. Waarom het zo lastig is om nee te zeggen. Want hulp van iemand anders, die neutraal is, die kan soms ontzettend helpen om een stap vooruit te komen. Want diegene heeft het beste met jou voor, maar die kent ook jouw achtergrond niet. Dus die zal nooit partij trekken voor een ander of zeggen, ja, maar dit was ook nog gebeurd en dit was ook nog gebeurd. Nee, diegene zal jou gewoon echt altijd helpen in jouw belang. En als intuïtief coach ben ik zelf opgeleid ook om patronen en gewoontes te doorbreken. Doordat ik de bronoorzaak heel snel kan achterhalen en we samen aan de kern van het probleem kunnen werken. En binnen 1 sessie is de kern van het probleem weg en zul je er ook geen last meer van hebben. Waardoor je in de toekomst niet meer jezelf wegcijfert en gewoon makkelijker nee kan zeggen. Dus dat is echt een ontzettend krachtige manier om snel verandering in jouw gedrag te veroorzaken. Mijn website lindabisschop.nl. Je kunt gewoon naar de pagina coaching gaan of de pagina afspraak maken. En dan kun je een gratis sessie inboeken. En dan leg ik je graag meer uit en dan help ik je ook graag meteen even met een eerste probleem oplossen. Mocht je opmerkingen of reacties hebben, laat het even weten hieronder. En dan help ik je graag verder.